Hoi allemaal, ik ga vandaag een herfstgerelateerde tag doen. De tag die ik vandaag ga doen heet de Sweater Weather Tag, zoals de titel wel zegt. In deze tag beantwoord je een aantal vragen die herfstgerelateerd zijn. Dus bijvoorbeeld vragen van wat zijn je favoriete herfstnagellakjes, wat zijn je favoriete herfstkaarsjes, wat is je favoriete herfstmaaltijd, noem maar op. In ieder geval een aantal herfstvragen die ik vandaag aan jullie ga beantwoorden. Het zijn best wel leuke vragen, moet ik zeggen. Ik heb er een beetje mijn eigen draai aan gegeven, want er zaten een aantal vragen tussen van wat ga je dragen naar Halloween, maar dat vieren we in Nederland niet. En ook al vierden we het, dan is het nu al afgelopen. Dus ja, die vraag die hoef ik eigenlijk niet meer te beantwoorden. Dus daar heb ik even een andere vraag voor in de plaats gezet. En ik heb gewoon een aantal vragen van meerdere YouTube-gurus bij elkaar geplakt en zo die tag gevormd. Dus ja, ik ga de vragen nu beantwoorden. Ik hoop dat jullie het een leuke tag vinden en ik wens jullie veel plezier met kijken. Ik heb er twee en dat zijn echt mijn favoriete geurkaarsen op dit moment. Zijn deze twee. Ik heb hier de Sugar Berry Candle Cube. Ik heb deze gekocht in Lelystad bij een winkeltje. Ik weet niet of ze online verkrijgbaar zijn. Hij ruikt gewoon naar bessen. Echt super lekker. Echt een perfecte herfstkaars. En ja, hij ruikt echt heel erg sterk ook. En als ik deze aanzet, dan ruikt het hele huis ernaar. Dus, Sugar Berry. En dan heb ik ook nog de Yankee Candle Black Cherry gekozen. Want dit is echt een super lekkere geur ook. Ja, die ruikt gewoon naar zwarte kersen. Maar echt heel erg sterk. En er zit ook een heel zoet... Ja, het is een heel zoete geur. Heel erg lekker. En ja, ik vind dat tijdens de herfst gewoon heel erg aangenaam. Wanneer je een beetje die fruitige kaarsen aanzet. Maar ook wel kaneel vind ik ook heel erg lekker. Maar dit zijn echt gewoon mijn twee favoriete kaarsen op dit moment. Tijdens de herfst. Nou, als ik mocht kiezen, dan ga ik toch echt wel voor thee. Thee drink ik het meest tijdens de koudere periode. Maar warm chocolademelk gaat er ook wel altijd in bij mij. Maar koffie, dat is echt gewoon een no-go. Ik vind koffie echt heel erg smerig. En als ik het ruik, vind ik het wel lekker ruiken. Maar ik vind het gewoon niet lekker smaken. Dus dan drink ik het ook niet. Op dit moment drink ik trouwens mijn groene thee. Van Lipton Ice, gewoon de groene thee. Die laat ik altijd heel erg lang intrekken. En dan doe ik er een beetje suiker bij. En dat is echt super lekker. Dus dat is mijn favoriete theesmaakje. Mijn voorkeur gaat dus uit naar thee. De beste herinnering die ik heb tijdens het herfstseizoen. Ik denk altijd terug aan de dagen dat ik nog in Utrecht woonde. En daar hadden wij paarden achter ons huis. Dus we hadden echt een stal achter ons huis toentertijd. En toen ging ik altijd met mijn zusjes paardrijden. En dan gingen we door het bos heen met z'n drietjes. Of over de akkers springen. En dat vond ik altijd heel erg leuk. Die tijd mis ik wel. Als ik er nu aan terugdenk, denk ik ja, eigenlijk heb je best wel geluk als je paarden bij huis hebt staan. En niet dat je nog naar een manege toe hoeft. Dus daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. En dat, ja, dat is echt een moment waar ik aan terugdenk. Als ik denk aan de herfst, als ik nu naar buiten kijk en ja, de natuur zie. Want ik heb hier een bos achter mijn huis. En dan denk ik gewoon ja, daaraan terug. Dat is, vind ik gewoon hele mooie momenten die ik altijd bij me zal dragen. En ja, als het herfst is en het begint wat koeler te worden. Dan denk ik ook echt aan die koude momenten dat je in de stal bezig bent met die paarden. En dat je het liefst gewoon tegen ze aan wilt ja, om met ze te knuffelen. En nu doe ik eigenlijk niks meer met paardrijden of met paarden zelf. Dat is waar ik op dit moment aan denk als het herfst is. Dat is echt een mooie herinnering van mij. Dat ik toch voor winged liner ga. Als ik moet kiezen tussen een burgundy lip en winged liner, dan is het toch denk ik wel de winged liner. Burgundy lip vind ik erg mooi. Vooral tijdens deze periode vind ik burgundy lip echt prachtig. Vooral echt die donker intense kleuren op de lippen vind ik sowieso over het algemeen erg mooi. Bij mezelf vind ik sommige kleuren wel oké staan. Bijvoorbeeld de kleur die ik heb van Catrice vind ik erg mooi staan. Maar het is niet zo dat ik liever met donkere lippen de deur uit ga dan dat ik een winged liner opdoe en dan ben ik klaar. Dus echt winged liner is mijn, ja, is de keuze die ik maak. Ik vind het gewoon heel erg mooi staan altijd en vooral klassiek. En het hele jaar door draag ik het liefst ook wel winged liner. En ja, het is gewoon altijd goed. Maar dat zegt niet dat ik burgundy lippen niet mooi vind. Ik vind het mooi, maar als ik moest kiezen tussen de twee, dan kies ik toch voor een winged liner. Favoriete herfstparfum? Dat was een moeilijke keuze. Ik heb toch moeten kiezen en daaruit is gekomen de D-Squared Wood. Ik vind het echt een hele lekkere frisse parfum. Hij is best wel fris en kruidig, maar ik vind hem heel erg lekker tijdens de herfst. Ik heb er ook een review over geschreven. Die zal ik hieronder eventjes linken als je nieuwsgierig bent naar hoe die precies ruikt. Want ik ben echt heel slecht in het omschrijven van een geur. Behalve dat hij een beetje kruidig is en sterk. Dus ja, meer kan ik ook niet echt over zeggen. Maar als je deze ziet staan in de winkels, bij bijvoorbeeld de Douglas, ruik er eventjes aan. Want hij is echt lekker en ja, ik
Het geeft me gewoon echt dat ultieme herfstgevoel wanneer ik deze weer ruik. En vorig jaar tijdens de herfst heb ik deze ook heel erg vaak gedragen. Dus dat is zeker een favoriete herfstparfum van mij. Mijn favoriete herfstmaaltijd. Als ik dan moet kiezen, dan is het denk ik toch Hutspot met speklapjes. Dat vind ik echt super lekker. Ik heb het best wel lang niet gegeten, maar dat moet ik wel weer eens gaan doen. Want ik vind het echt heerlijk. Ik vind gewoon het lekkerste tijdens de herfst om te eten. En vooral als het lekker koud is, het regent buiten. Je doet kaarsjes aan en dan gewoon een goede Hollandse Hutspot met speklapjes is altijd goed. Dus ja, dat is mijn favoriete herfstmaaltijd. Ik moest kiezen tussen hoeden en sjaals, dan kies ik denk ik toch voor sjaals. Ik vind hoeden ook heel erg mooi staan, alleen draag ik ze niet zo vaak. Ik heb wel een aantal hoeden hier liggen, maar dan heb ik ze liggen en dan draag ik ze eigenlijk nooit. Omdat ik dan zoiets heb van ja, dan heb ik die dag mijn haar mooi gedaan en dan vind je het eigenlijk zonde om dan een hoed op te doen. Maar wat ik wel doe is sjaals, die draag ik gewoon echt heel erg vaak. En ik vind het ook gewoon lekker snuggly en echt ja, gewoon herfstachtig om een sjaal om te doen als je het lekker om je heen wikkelt. Dat vind ik gewoon altijd wel leuk tijdens de herfst om een sjaal te dragen. Dus mijn keuze gaat daarnaar uit. De meest gedragen sweater is denk ik toch wel die ik nu aan heb. Ik vind hem echt heerlijk zacht zitten. En ik heb deze trouwens onlangs gekocht bij de Vero Moda. De stof is gewoon lekker dik en warm. En er zitten wel gaatjes in. Dus je zou denken dat hij dan niet echt warm is. Maar dat is hij zeker. Hij is ondanks dat er gaatjes in zitten echt super warm. En hij zit heel erg lekker. En ik vind het gewoon ook lekker om een trui aan te hebben thuis. Dus dit is zeker mijn favoriete trui op dit moment. Herfstnagellak. Dat was een moeilijke, dus ik heb er een aantal gekozen die ik wilde laten zien. Er zijn er vier die ik ga laten zien vandaag. En dat is eerst deze. Dit is Taupe Shimmer. En deze heb ik bij Zalando besteld. Ik zal, als ik de link kan vinden van mijn artikel hierover, dan zal ik die eventjes hierbij onder neerzetten. Dit is een hele mooie, ja, neutrale kleur en echt perfect voor de herfst. Dat is een favoriet. En gewoon zwart, een zwarte kleur. Dit is, even kijken, Blackout van Maybelline, de Color Show nagellakcollectie. Helemaal zwart, altijd goed. Echt een perfecte herfst slash winterkleur. Dat is die. Nog een favoriete nagellak is deze van Catrice. Het is een prachtig shimmery nagellakje. Echt heel erg mooi voor de herfst, omdat die een beetje rosé, rosé-kleurig roze, ja, roze glittertjes erin heeft zitten. Echt super mooi in combinatie ook met het nude-kleurige lakje. Die twee die gaan heel erg mooi samen. Dus dat is ook een favoriet. En dan tot slot heb ik nog dit lakje van de Essence Be Loud collectie, als het zo heet. Dit is de kleur 03 Real Green. Hele gekke naam. Maar ik zal hem er eventjes bij zetten hieronder of in het scherm hier ergens. Dit is ook een hele mooie, beetje een army groene kleur. Echt super mooi voor de herfst. Dus die draag ik ook heel erg graag tijdens deze periode. Omdat groen eigenlijk ook wel overal bij past. Ook bij, bij deze trui past die wel heel erg mooi trouwens. Dus dat is ook een favoriet. Skinny jeans of leggings. Dat is een moeilijke. Maar leggings, ja, over het algemeen vind ik die niet zo heel erg mooi. Ik vind het een beetje te saai. Dus ik ga dan denk ik toch voor skinny jeans. Hoewel ik tijdens de herfst en de winter het wel lekker vind om thuis bijvoorbeeld met een legging rond te lopen. Want dan trek ik mijn spijkerbroek bijvoorbeeld gewoon het liefst zo snel mogelijk uit. Maar als ik dan moet kiezen voor, ja, het mooie, dan kies ik toch voor, ja, skinny jeans. Omdat ik dat gewoon mooier vind staan. Dus mijn keuze gaat toch uit naar de skinny jeans. Laarzen of Uggs? Tijdens de herfst draag ik het liefst laarzen. Maar op dit moment, nu het vandaag zo koud is, draag ik toch wel liever Uggs, moet ik zeggen. Het is gewoon makkelijk instappen, lekker warm aan je voeten en je bent goed om te gaan. Ik vind alleen laarzen wel, ja, ietsjes mooier voor in mijn vrije tijd. Als ik echt naar buiten ga, dan draag ik liever laarzen, vooral nu het nog kan. Maar ja, tijdens de herfst, het kan allebei. Ik vind het allebei gewoon fijn om te dragen. Vooral als het koud is en ik heb hele koude voeten, dus dan komen Uggs altijd wel goed van pas. Dus dat is dat. Waarom ik zo gek ben op het herfstseizoen? Ik ben gek op het herfstseizoen omdat ik het altijd zo gezellig vind als het zo snel donker wordt. Je kunt de kaarsjes aanzetten, lekker binnen blijven met een kop thee of een lekkere warme chocolademelk. Gezellig de tv aan, je favoriete series bekijken en ja, gewoon alles wat er omheen komt vind ik gewoon gezellig. Ik kijk altijd wel heel erg uit naar de herfst. Ik vind het gewoon een leuk seizoen. Helemaal niet verkeerd. De herfst naar de winter, als het echt koud wordt, dan vind ik het wel vervelend. Maar ik heb nu een goede winterjas, dus de winter zal ik ook vast wel overleven. Ik moet eerlijk toegeven.
toegeven dat ik nog niks heb geproefd met pompoen of pumpkin spice, wat het ook mag zijn. Nee, ik weet niet of het de hype waard is, dat kun je dus niet aan mij vragen. Maar wel ga ik de pumpkin spice latte van Starbucks nog een keertje proberen, want iedereen raved erover. Ik heb echt zoveel positieve verhalen daarover gehoord dat het zo lekker is en het smaakt zo goed. En dan moet ik het toch wel proberen, toch? Ik bedoel, als andere mensen het allemaal zeggen dan, dat het zo lekker is, dan ga ik het gewoon proberen. Als jullie de pumpkin spice hype waard vinden, thumbs up dan. Of laat het hier achter in de comments wat jullie lekker vinden met de pumpkin spice. Ik had ook wel recepten gezien met dat je zelf de pumpkin spice latte kunt maken. Dus dat ga ik misschien ook wel een keertje proberen. Dat waren dan alle vragen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En voel je natuurlijk vrij om deze tag over te nemen. En natuurlijk duimpjes omhoog als jullie nog meer herfstvideo's willen zien van mij. Dan ga ik dat zeker doen. En mocht je nog ideeën hebben of andere tags die je mij wilt zien doen, laat het dan achter in de comments. Dan ga ik er misschien iets mee doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!